Vandaag ben jij heel erg over afval bezig geweest. Je bent er altijd op het dossier bezig. Uh-huh. Want jij bent degene waarvan je zegt, luiers eruit. Ja, dat klopt. Kijk, wij zien dat de luiers 16 kilo van het restafval uitmaken. En wij verwachten dat daar best wel wat mogelijkheden in zijn om enerzijds te voldoen aan de doelstelling om het restafval te verlagen. En anderzijds die luiers op een andere wijze in te zamelen wat goedkoper is dan in het restafval. Hey, vandaag is het behandeld. Er is over afval gesproken, over hoogbouw. De wethouder zegt eigenlijk, ja, maar ik ben al met het participatieproject bezig. Jullie moeten even pas op de plaats maken. Wat vind je daarvan? Op zich is het goed om de resultaten uit het participatietraject natuurlijk af te wachten. Op zichzelf vind ik wel dat we moeten kijken naar mogelijkheden voor bewoners van hoogbouwwoningen. Om te kijken of zij het GFT-afval elders kunnen brengen dan in het restafval. Bijvoorbeeld een schillenborg. Ja, ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar kijk, waar wij wel op hameren is dat de toekomstige maatregelen geen verhoging van de afvalkosten met zich meebrengen. Dan kom je bij de afvalkosten. Ik weet een beetje de sociale media de afgelopen weken gevolgd heb. Wat daar allemaal gebeurde over de afvalopheffing? Nou, ik kan niet zeggen dat ik alles gelezen heb, maar er ontgaat mij natuurlijk. Ja, er komt mij natuurlijk wel wat info binnen. Ja, en dan komt er vandaag een amendement. Ja. Dat klopt. Wij hebben een amendement ingediend om het bedrag van de kwijtscheldingen uit de afvalkosten te halen en toe te rekenen aan het programma Werk en Inkomen, waar het naar onze mening ook beter thuis hoort. En dat realiseert in een verlaging van de afvalstofheffing met 7 euro per huishouden. Is het een beetje gewoon toch de pijn proberen op alle manieren te verlichten? Nou ja, kijk, wij willen wel kijken of er mogelijkheden zijn om de stijging in de afvalstofheffing wat te reduceren. Dat hebben we nu gedaan met die 7 euro. En wij zijn benieuwd naar de toekomstige voorstellen. En ja, daar gaan we natuurlijk zelf ook mee aan de slag om te kijken of er meer mogelijk is dan de 7 euro van vandaag.